Dag 574. Vandaag zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen in het zuiden. Hier hebben Oekraïners opnieuw een grote, uitgebreide aanval uitgevoerd op verschillende Russische bases in de Krim. Het doelwit van de eerste aanval werd echter de regio Krasnodar. Het doel van de aanval was waarschijnlijk om de aandacht af te leiden van het daadwerkelijke doelgebied. Ondanks dit meldden Russische bronnen dat Oekraïners een oliedepot in de buurt van Sochi aanvielen met kamikaze-drones. Een van de drones slaagde er in een van de reservoirs op het terrein te raken en veroorzaakte zo een enorme brand. Het brandoppervlak bestond uit meer dan 100 vierkante meter en het lukte de brandweer niet deze te blussen. Als gevolg hiervan werd 1200 ton aan kerosine vernietigd en de nabijgelegen reservoirs waren mogelijk ook beschadigd geraakt. Aanvankelijk beweerden russische bronnen dat de brand waarschijnlijk werd veroorzaakt door een ongeluk, omdat de lokale bevolking geen drones hoorde. En de luchtverdediging stil was. Echter, waren later op beeldmateriaal duidelijk de resten van een kamikaze-droon te zien. En het feit dat niemand de drones opmerkte, is precies de reden waarom Oekraïnes doorgaan met het aanvallen van verder weggelegen regio's. Omdat dit twee mogelijke resultaten heeft, die beide gunstig zijn voor Oekraïne. Namelijk, de Russen hebben geen luchtverdediging in de regio en dan is de aanval succesvol, of de Russische luchtverdediging haalt de drone neer. Wat betekent dat deze waardevolle luchtverdediging succesvol wordt weggehouden van het front? Verschillende uren na de succesvolle aanval op het oliedepot begonnen Oekraïense drones overal in de Krim te vliegen. Oekraïners richtten hun aanvallen op drie verschillende gebieden: het noorden, het westen en het zuiden. In het noordelijke deel van de regio werden explosies gehoord in de buurt van Jankoi. Chankoy is een van de belangrijkste logistieke knooppunten die de Krim en Rusland verbindt met de regio's Cherson en Zaporizja. De doelen van de aanvallen waren waarschijnlijk spoorwegfaciliteiten en opslagplaatsen aan de rand van de stad, waar Russen meestal veel munitie en uitrusting hebben opgeslagen. In het zuidelijke deel van de regio concentreerden Oekraïners hun inspanningen op militaire doelen rond Sevastopol. Eerst werden een reeks explosies gemeld in de buurt van het vliegveld bij Belbek. Er werd gemeld dat de explosies het gevolg waren van luchtafweergeschut. En het lijkt er inderdaad op dat alle drones boven het vliegveld werden neergeschoten. Een andere groep drones richtte zich op het gebied tussen Sevastopol en Inkerman. Op basis van gegelocaliseerd beeldmateriaal slaagden sommige drones erin hun doelen te raken. De luchtverdediging leek zwakker in dit gebied. En de Russen besloten na de eerste aanval de baai te vullen met een rookgordijn om de kans op verdere succesvolle treffers te verminderen. En dit is niet verrassend, want de Russen hebben hier het belangrijkste brandstofdepot van de Zwarte Zeevloot met miljoenen tonnen brandstof. Vervolgens filmden lokale bewoners hoe Stormshadow raketten recht in de richting van Sevastopol vlogen. Deze keer passeerden de raketten echter de stad. En raakten ze een Russische basis enkele kilometers naar het zuiden? Enorme rookpluimen gaven aan dat de Oekraïners het doel hadden geraakt. En later bevestigden Oekraïnse inlichtingendiensten en de generale staf dat Oekraïners met succes het commandocentrum van de Russische Zwarte Zeevloot hadden geraakt en vernietigd. Lokale bezettingsautoriteiten beweerden echter opnieuw dat de rookpluimen afkomstig waren van brandend gras. Later meldden Russische bronnen dat Oekraïners vijf Su-24's gebruikten om acht Storm Shadow raketten en drie AGM-160 afleidingsraketten te lanceren. Ze beweerden ook dat vijf raketten waren neergeschoten en dat slechts drie raketten het doel hadden geraakt. Maar melden ook dat de militaire basis al lange tijd niet meer in gebruik was. Desalniettemin is het succes van Oekraïnse aanvallen op de Russische Zwarte Zeevloot duidelijk omdat de Russen geleidelijk hun schepen begonnen te evacueren uit Sevastopol. Sterker nog werd vandaag bevestigd dat Russische onderzeeërs werden verplaatst naar Novorossiysk... na het kostbare verlies van een 180 miljoen euro kostende onderzeeër de Rostov nadonau In het westelijke deel van de regio werden explosies gemeld in de buurt van Feodosia. Het doelwit van de aanval werd Russische luchtvaart op het vliegveld in Novofjodorivka. En ze was bevestigd door het beeldmateriaal, slaagden enkele drones erin hun doelen te raken. De aanvallen gingen echter in de loop van de dag nog steeds door, en er komt elk moment nieuwe informatie binnen, maar verdere conclusies kunnen nog niet worden getrokken. Russische analisten verklaarden dat dit de intensiefste en meest geconcentreerde aanval op de Krim is tot nu toe. Zij concludeerden dat Oekraïners de Russische luchtverdediging proberen uit te putten. Voordat ze een beslissende klap uitdelen met Stormshadow-raketten op de Russische luchtvaart en/of vloot gestationeerd in de Krim. Russen begrepen de dreiging van de nieuwe kruisraketten in het Oekraïense arsenaal en begonnen ook de Oekraïense luchtmachtbasissen te targeten. Ondanks vrijgegeven beeldmateriaal van de Russische zijde toont hoe Russen een Lancet-Kamikaze-droon gebruikten om een MiG-29 op het vliegveld op ongeveer 70 kilometer van het front aan te vallen. Deze aanval riep veel vragen op, vooral waarom Oekraïners hun straaljagers in de open lucht zo dicht bij het front hadden. Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt. Eerder hadden de Russen gewoonweg niet de capaciteit om dergelijke aanvallen onopgemerkt uit te voeren. Gewoonlijk gebruikten ze Shaheds en raketten, waarvan de Oekraïners de lancering van tevoren konden detecteren en de luchtvaart in zijn geheel van de vliegvelden konden verwijderen. Echter, hebben de Russische troepen blijkbaar hun drones verbeterd en zijn ze nu in staat om doelen veel dieper in Oekraïns gebied te raken. Al zijn de Oekraïners zich nu al snel op deze realiteit aan het aanpassen. Intussen blies een sabotagegroep twee Russische straaljagers en een helikopter op op de Russische militaire basis in de buurt van Moskou. De aanval veroorzaakte een aanzienlijke golf van paniek, omdat dit vliegveld wordt gebruikt door de hoogste Russische functionarissen. Bij de aanval verloor Rusland een Mi-8 helikopter, een AN-148 passagiersvliegtuig en een IL-20 gepanzerd vliegtuig. De Russische federale diensten zeggen maatregelen te hebben genomen om de saboteurs op te sporen, maar tot nu toe zonder resultaat. Vandaag verloren de Russen ook een Su-34 jachtbommenwerper, een variant op een bewegelijke straaljager gespecialiseerd in het uitvoeren van grondaanvallen. Dit keer als gevolg van een storing of een fout van de piloot. Het ongeval gebeurde in de regio Voronesh. De piloten zouden op tijd hun schietstoel hebben gebruikt, maar dit waardevolle vliegtuig zal niet langer worden gebruikt om aanvallen op Oekraïne uit te voeren. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer voor meer dagelijkse updates uit Oekraïne en ik zie je in het volgende rapport.